Hallo allemaal en welkom terug. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Het is nu midden in de nacht of heel vroeg dinsdagochtend. En ik ben voor de zoveelste keer wakker gemaakt door de katten. Want ze hebben ontdekt dat als ze me wakker maken 's nachts, dan krijgen ze een snack. Dus bereid je voor op heel veel achtergrondlawaai. En gillende katten die denken we krijgen nog meer te eten. Ik ben eigenlijk niet echt politiek ingesteld. Ik heb helemaal niks met GroenLinks. Ik stem niet. Ik vind het allemaal maar niet. Ik heb een heel kritisch kijk op de politiek. Laten we zeggen, ik heb een heel strikt dieet. En als ik naar een restaurant ga, waar alleen maar dingen op het menu staan die ik niet lust, dan eet ik die dingen niet. En dan ga ik weg uit dat restaurant. En dat is een beetje mijn kijk op de Nederlandse politiek. Ik stem niet, want ik lust het allemaal niet. Maar toen deze mevrouw de burgemeester van Amsterdam werd, toen dacht ik, wauw. En het is heel moeilijk om iets anders te denken dan wauw. Maar kijk nou toch eens even naar deze foto. Dus ja, ergens in 2018, dat zij de burgemeester wordt. Ja, toen ben ik een gigantische fan geworden. En ik ben dus een fan van burgemeester Halsema. Niet van de persoon Femke Halsema. Niet van GroenLinks, et cetera. Daar heb ik allemaal niks mee te maken. Ik vind haar gewoon te gek. Als burgemeester. En toen kwam de jaarwisseling. En toen werd er een uitgebreid interview met haar gedaan. Door het Parool. Op eerste kerstdag. Met weer alle hele vervelende vragen. Waaronder zelfs iemand die aan haar vroeg. Gebruik je zelf drugs? Waar? Maar dat is normaal. Er is een soort grens overschreden. Aan burgemeester Halsema moet je voortdurend vragen van... Gebruik je drugs? Hey, wat voor kleur is je dildo? Heb je ooit kankerleier gezegd tegen je moeder? De Nederlandse media is helemaal losgegaan op deze arme vrouw. En het is erger geworden sinds de zoon iets doms deed. En ik loop me daar nu, nou, sinds die perikelen rondom de zoon... mateloos aan te storen. Maar dat interview, en het werd gedaan in het Parool, door Ruben Koops en Michiel Cousy, waar je echt naar het huis van de burgemeester gaat. En zegt, hey, gebruik je drugs? Toen heb ik echt zoiets van, dit kan niet meer, dit is niet normaal meer. Dus mijn goede voornemen voor 2020 was om niet meer een stille fan te zijn, iemand die gewoon bewondert van afstand, maar een eerlijke, open fan te zijn, een soort coming out. Nee? Say it loud, say it proud. Ik ben een fan van burgemeester Femke Halsema. En zo'n coming out is heel moeilijk, want je doet dat eerst babystapjes, ben je voorzichtigjes aan. En ik moet eerlijk zeggen dat de respons tot nu toe en de reacties van mensen die ik krijg en hoe ik me erover voel. Ik ben er helemaal niet over te spreken. Het blijkt namelijk... een aantal mensen in Amsterdam rond te lopen die een afschuwelijke hekel aan burgemeester Halsema hebben. Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Ik dacht dat iedereen haar te gek vond. En ik heb het nu al een paar keer meegemaakt dat als ik iets positiefs over de burgemeester zeg, gewoon tegen, weet ik niet, iemand op een tram halte, dan krijg je hele heftige, hele negatieve, ja, hatred, echte hatred, echte haat naar je hoofd geslingerd. Ik ben een hele relaxte jongen. Ik kan daar heel slecht mee omgaan.
En tot nu toe ben ik er niet echt over begonnen. Het nieuwe jaar is net begonnen. Ik ben druk met andere dingen. Maar ik wil daar toch één incident van toelichten. Ik had recent had ik een soort meeting met iemand. Ik zal niet zeggen waar die meeting over ging, maar het was ergens 's morgens. Netjes met koffie en thee. En die persoon die was aan het... het kanker over van alles en nog wat. Gewoon Nederland en hoe Nederland helemaal veranderd was. En mopperen. En burgemeester Halsma en ik zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Maar deze persoon was ietsje ouder. En ja, god, ik ben een echte fanboy. Dus ik steek dat niet onder stoelen of banken. Dus ik legde uit. Ja, ik ben een hele grote fan van burgemeester Halsma. Ik vind het fantastisch dat we haar als burgemeester hebben. En deze persoon werd heel fel. En hij blijkt ook een fanboy te zijn. Hij is alleen een fanboy van deze meneer. Pim Fortuyn. We kunnen hem hier zien. En Pim Fortuyn was ook een Nederlandse politicus en schrijver. En volgens mij ook econoom. En rondom de eeuwwisseling, weet je, van 1999 tot 2000, was hij veel in de media. Weet ik veel, volgens mij was hij de eerste populist of zoiets. Ik hield me toen ook niet bezig met politiek. Ik was daar niet in geïnteresseerd. Maar die Pim Fortuyn, die werd een beetje een megalomane fan. En die richtte zijn eigen partij op. En die partij die heette niet Partij voor de Huppel de Pup. Nee. Die partij die heette Lijst Pim Fortuyn, LPF. Ik heb er nog nooit van gehoord dat iemand een partij naar zichzelf vernoemde. En ja, heel veel mensen in de media die vonden hem helemaal niks. Er werden hele lelijke dingen over hem gezegd. Maar dat maakte hij er zelf een beetje naar. Want hij zei zelf ook allemaal hele gekke dingen, zei hij. Dingen waar ik echt van dacht van wauw. Daar zit ik niet op te wachten. Anyway, deze vent. Ik begin over Halsema. Hij begint over Fortuyn. En hij is aan het tetteren en kanker op Fortuyn. En ik had zoiets van, hey man, Femke Halsema leeft. Ja, die is hier en die is bezig met het bestuur van deze stad. En die heeft twee kinderen en die heeft een afschuwelijke baan. Die is dingen aan het doen. Deze gast, die Pim van Eyck, die is dood. Hij werd vermoord. Een afschuwelijke politieke moord. Door een verwarde vent. Die hem echt doodschoot. Schokkend was het. Schokkend. Maar hij is al dood sinds 2002, weet je. Dat is 20 jaar geleden. Hallo, hè. Ik ben niet bezig met mijn jeugd. Ik ben niet bezig met mijn middelbare school. Ik ben niet bezig met dingen die 20 jaar geleden gebeurd zijn. I don't care. Ik ben bezig met burgemeester Halsema, de hier en de now. Anyway, hij is aan het gillen en brullen over Pim Fortuyn. En ineens, uit het niets, begint hij over Adolf Hitler. En de letterlijke tekst is: het is zo jammer dat Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog niet gewonnen heeft. Dus ik had zoiets van, even een recap. Dus het is jammer dat Pim Fortuyn niet de minister-president van Nederland werd. Want hij werd vermoord. Dat is heel jammer. Maar het is ook heel jammer dat Adolf Hitler niet de Tweede Wereldoorlog won. Wat? Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Ik heb een hoop domme dingen gehoord. Ik ben een hoop domme mensen tegengekomen. Dit was een nieuw dieptepunt. Dus ik dacht, weet je wat we doen? Want normaal trek ik gewoon mijn bek open. Maar ik denk, dat doen we niet. We gaan eens even kijken hoe ziek dit manneke is.
En hij was aan het gillen over Fortuyn en toen begon hij dan over Hitler. En het was zoiets van, als Hitler de oorlog had gewonnen, hadden we één groot Europa gehad. En dan waren we veel machtiger geweest dan de Amerikanen. Really? Ik denk het niet. Maar als Hitler de oorlog had gewonnen, hadden we overal Duits gesproken. Oh, Jotun. Ik vind Duits helemaal geen mooie taal. Ik kan me niet voorstellen dat dat echt heel leuk zou zijn. Als Hitler de oorlog had gewonnen, hadden we overal autobaan gehad. En 140 kilometer per uur kunnen rijden. Ik rijd geen auto. En 140 kilometer per uur. Dat is, ik zou niet eens een passagier in zo'n auto willen zitten. Dat lijkt me veel te hard. Het gaat veel te hard. En met deze waanzinnige, let u op, mevrouw de burgemeester, let u op. Deze waanzinnige, deze, weet ik niet, Pim Fortuyn aanhanger en Adolf Hitler aanhanger. Hij wist niets van het oorlogsverleden van mijn familie. Mijn hele familie ging op transport. En die kwamen allemaal niet meer terug. En daarom hebben wij een hele kleine familie. Ik heb verhalen gehoord over familieleden en er is een handjevol zwart-wit foto's. Maar ja, grootouders onderduiken, het is allemaal afschuwelijk. En daar wist ik vroeger als kind niks van. Burgemeester Halsma en ik, wij zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Dus ik ben daar een beetje achtergekomen vanaf dat ik een jaar of 10 ben. En daarna eindeloos lange gesprekken gevoerd met mijn grootvader, de enige die erover wilde praten. En wat bleek, hier in Amsterdam, mevrouw de burgemeester, waren deze mensen, de politie, die de meeste van die transporten deden. Weet je, allemaal verzamelen naast de stad Schouwburg. En dan was het de politie van Amsterdam, die transporten regelde. Dat noem je collaborateurs. Ja. De politie heeft daar heel veel spijt van. Tegenwoordig gaan ze één keer per zoveel jaar met een afvaardiging naar Auschwitz toe. En dan leggen ze daar een krans. Vanuit het vernietigingskamp keken politiemannen en vrouwen naar de huidige verharde maatschappij. Tegenvaller op de reis van het Joods politienetwerk langs verschillende concentratiekampen was dat agenten met een migratieachtergrond, tussen aanhalingstekens, thuis bleven. ...62 Nederlandse politiemensen zijn daarheen geweest. De laatste keer in 2017. En dat was georganiseerd door het Joodse politienetwerk. En ik denk dat dat een goed gebaar is. De gemeentepolitie van Amsterdam, waar mevrouw Halsema de baas van is, die hebben daar 100 miljoen keer hun excuses voor aangeboden, die zitten er vreselijk mee. En als je nu, vandaag, zoiets zou proberen te doen, weet je wel, alle burgers met achtergrond X verzamelen naast de stad Schouwburg, want jullie gaan allemaal op transport, dan garandeer ik je dat er geen enkele politieman is en geen enkele politievrouw is die dat doet. Nee, dat doen echt niet. Nee hoor, die trekken hun uniform uit. Nemen hun wapens mee. En gaan meteen werken voor het verzet. Nee, dat soort dingen kunnen echt niet meer. Maar ja, het gebeurde wel allemaal. En ja, mijn grootouders die leven niet meer. En mijn ouders, ja, dat zijn babyboomers. Weet je wel, die groeiden op na die oorlog in de puinhopen. Geen warm water, geen douche. In elkaar geslagen worden op school. We hebben armoede, echt armoede. Alles op de bon.
Het was het, één keer in de week mochten ze naar het badhuis om te douchen. Dat zijn de puinhopen waarin mijn ouders opgroeiden. En mijn grootouders zijn helemaal erg ondergedoken gezeten. En toen na de Tweede Wereldoorlog, Nederland was dan bevrijd. Hitler had niet gewonnen. Hitler had niet gewonnen. Nee, is niet gelukt. Maar goed, toen was Nederland bevrijd en toen ging er een grote groep mensen gingen naar de Dam in Amsterdam om dat te vieren. Maar die aanhangers van Hitler, net zoals die meneer waar ik dat gesprek mee had, die fanboy van Pim Fortuyn, die aanhangers van Hitler, die zaten in het paleis op de Dam met een groot machinegeweer, beschieting op de Dam. 1945, dat is hier. En die mensen die dachten, jee, we zijn bevrijd. Dat dachten ze echt. Waaronder mijn grootouder. En die hadden met elkaar afgesproken. Ze hoefden niet meer onder te duiken. En toen gingen ze naar de Dam. En de nazi's openden het vuur vanaf het paleis op de Dam. En dat gebeurde op 7 mei 1945. En iedereen, nou ja, je ziet het, iedereen gaat tegen de vlakte. Iedereen gaat tegen de vlakte. Iedereen duikt weg. Heel veel mensen werden ook neergeschoten. Het was echt een massamoord. Nog even. Aan het einde van die oorlog. En mijn grootouders ook, die wisten net, volgens mij doken ze de Paleisstraat in en rennen. En er zijn inderdaad van dit soort afschuwelijke zwart-wit foto's waar mijn grootouders op staan terwijl ze aan het wegduiken zijn. Dat was echt heel erg heftig. En toen ik dat hoorde van mijn grootouders, toen ik zoiets van: wauw, het is onvoorstelbaar. Maar goed, ik zit daar tegenover die Pim Fortuyn fanboy. En ik ben een Femke Halsema fanboy. Dus je zou denken: van ja, yeah, twee meningen verschillen. Maar we hebben wederzijds respect voor elkaars mening. En de politieke insteek en de politieke filosofie van Pim Fortuyn, die verschilt heel erg van die van mevrouw Halsema. En de politieke insteek van Pim Fortuyn, die verschilt heel erg van de mijne. Maar deze meneer was daar niet zo tevreden mee. En die bleef dus maar gillen over Hitler. Hitler had de oorlog moeten winnen. Dan hadden we allemaal autobaan gehad. Hadden we één Europa gehad. Hitler maakte maar een paar kleine foutjes. En toen ging hij door. En toen zei hij, Hitler deed het verkeerd. Hij pakte de verkeerde aan. Zoals mijn hele familie, mijn grootouders en zo. Hitler pakte de verkeerde aan. Hij had de moslims aan moeten pakken. Hij had het Midden-Oosten aan moeten pakken. En ik zat daarna te luisteren en toen dacht ik, holy shit. Dat soort mensen bestaan dus echt. Dat soort mensen bestaan dus echt. Mevrouw de burgemeester, wist u dat dat soort mensen bestonden? Want dat er een hele hoop mensen een hekel aan u hebben, dat vermoedde ik natuurlijk al en ik wist er een beetje wat van. Maar dat soort mensen. Ik heb er een beetje van kotsen in mijn mond. En toen ben ik kalm gebleven en beschaafd gebleven, want zo ben ik opgevoed. En toen heb ik uitgelegd aan dus ik ben een burgemeester Halsema fanboy. En die fan met wie ik een gesprek had, hij is een Pim Fortuyn fanboy. En blijkbaar een Adolf Hitler fanboy. Leuk. Maar toen heb ik aan hem uitgelegd van, hé, ik ben het helemaal niet met je eens.
Adolf Hitler. Nee, luister naar namen. En hij ging me er echt van overtuigen. En ik had zoiets van, gast, hey, de kans dat jij me ervan overtuigt dat Adolf Hitler geweldig was, gezien de geschiedenis, is absoluut nul. Oké? Ik vind het nu echt wel een beetje genoeg. En ik zat daar echt mee in mijn maag. En toen ben ik naar huis gewandeld, op mijn gemakkie. En ja, god weet je, ik heb, burgemeester Hansma heeft twee van die tieners. Die van haar zijn 16, die van ons die is bijna 15. En die van ons is echt zo'n social justice warrior. Dus ik dacht, oh god, ik moet dat thuis aan het kind vertellen, weet je. Over Pim Fortuyn en Adolf Hitler en de transporten en Auschwitz en overgrootopa en oma die beschoten werden op de Dam na onderduiking. Oh Jotem, wat een vreselijk leuke middag wordt dit. Dus ik vertel dat aan mijn dochter, die gaat natuurlijk meteen gillen. Godver, hier moet je wat aan doen. Ik zeg, nou lieve schat, dat ga ik voor je doen. Dus ik heb het bedrijf waar die meneer werkte, heb ik daarvan op de hoogte gesteld. Van, hey, jullie hebben een hele enge fan in dienst. Ik ben een grote fan van burgemeester Halsema. Maar jullie employé is een fan van Pim Fortuyn. En Adolf Hitler. En ja, ik vind dat een rare combinatie. Maar goed, ieder zijn meug, denk ik dan. Ik denk dat je die gek moet ontslaan, want die sport niet helemaal. En een beetje kort iets verteld over hoe beledigd ik was. Wat denkt u dat er dan gebeurt, mevrouw de burgemeester? Heel goed, dan word je bedreigd. Dan word je bedreigd met strafrechtelijke vervolging. En met 50.000 euro boete. Ja, ik herhaal dat nog een keer. Als jij van mening bent dat Adolf Hitler beter de Tweede Wereldoorlog niet had kunnen winnen, dan word je bedreigd met strafrechtelijke vervolging en 50.000 euro boete. Dat vind ik een fascinerend gebeuren. Dus ik weet dat er een hoop haat is voor burgemeester Halsema. Maar blijkbaar is er ook een hele hoop haat. En zieke, verdorven haat. Voor mensen die fans zijn van de burgemeester. Mensen zoals ik. En voor mij is dit natuurlijk extra zwaar. Want ik heb er heel lang over nagedacht. Voordat ik voldoende durfde mijn coming out te doen. Weet je, say it loud. Ik ben een fan van burgemeester Halsema. Say it proud. Ik was niet bang voor represailles. Ik was niet bang voor vervolging. Maar ik dacht, ja, je krijgt backlash, weet je wel. Je krijgt pushback. Maar dit, Pim Fortuyn, Adolf Hitler en strafrechtelijke vervolging en de 50.000 euro boete, dat had ik niet verwacht. En strafrechtelijke vervolging, dat zou dan moeten gebeuren door deze mensen. Weet je, die mensen in uniform. En deze mensen die hier kransen aan het leggen zijn. Ja, de kans dat dat gebeurt, mevrouw de burgemeester, is absoluut motherfucking nul. En 50.000 euro boete, omdat ik een kankerhekel heb aan deze motherfucker. Ja, ik denk dat dat ook niet echt gaat gebeuren. Dus ik ga hier een halszaak van maken. Laten we het even noemen het naoorlogse verzet. I am triggered, weet je. Ik heb mijn coming out gehad. Ik ben een Femke Halsema fan. En ik krijg meteen een of andere enge Fortuyn Adolf Hitler gek over me heen. En bedreigingen.
Nou, daar heb ik reuze veel zin in. Want ik heb de aankomende tijd wat vrij. En dit wordt een superleuk projectje. Dus ik ga de aankomende maanden, want dat soort vervolging en boetes, dat duurt maanden, zo'n proces. Dus ik zal een hele hoop video's gaan doen. En met jullie allemaal delen. Over de ins en outs van deze vreselijke strafrechtzaak. Ik kan natuurlijk geen namen noemen. Ik kan geen locaties noemen. Ik moet de context een beetje verborgen houden vanwege de privacyregels van YouTube. Maar ik ga kijken wat ik daaraan kan doen. Ik heb er waanzinnig veel zin in. Ik heb echt waanzinnig veel zin in. Adolf Hitler had de Tweede Wereldoorlog moeten winnen. Ja, letten we allemaal goed op. Dat was helemaal geweldig geweest voor ons allemaal. En dan had Pim Fortuyn, die had onze minister-president moeten worden. En blijkbaar zijn die twee dingen ook aan elkaar gerelateerd. Dat is helemaal geweldig natuurlijk. Is het de bedoeling dat wij onschuldige belastingbetalende Amsterdammers de eer van de burgemeester verdedigen? Nee, natuurlijk niet. Dat ben ik ook niet aan het doen. De kritiek op mevrouw Halsema, dat wijf mag aan het gas, dat is natuurlijk afschuwelijk om te horen. Want wat mij betreft mag er helemaal niemand aan het gas. Nee, ik vond dit. Dat Adolf Hitler had de Tweede Wereldoorlog moeten winnen. Dat vond ik nog net even wat vervelender. Ik zit trouwens te denken. Als je echt dat wil. Als je echt wil dat mensen aan het gas gaan. Kun je daar strafrechtelijk voor vervolgd worden? Weet ik niet. En ik zit te denken. Wat zou Pim Fortuyn daarvan vinden? Zou die dat een goed idee vinden om mensen aan het gas te doen? Dat lijkt me heel stug. Ik denk het niet. En wat zou de politie daarvan vinden? Willen zij mensen aan het gas? Ik denk niet meer sinds allemaal verzamelen naast de stad Schouwburg. Ik denk het niet. Ik denk dat de politie van Amsterdam daar heel anders over denkt. Erg, hè, dit? Onvoorstelbaar. En het is zo raar. Ik ben tweede generatie na die oorlog. Maar als ik over de Dam loop. En alle dingen van die Tweede Wereldoorlog. Dit is waar ik het meeste aan denk. Dit vind ik de meest schokkende gebeurtenissen. Omdat mijn grootouders erbij waren. Ze waren echt piepjong. Ze zijn ook meteen na de oorlog getrouwd. En meteen baby's gaan maken. Mijn papa en mama. Maar dit, dat ze zo lang ondergedoken hadden gezeten en het gered hadden. En bijna op het laatste moment toch niet. Dat is iets wat ik gewoon nooit meer vergeet. En ik ben er niet bij geweest. Maar ik ben een keer naar dat Nationaal Archief toe gegaan. Of dat documentatiecentrum heet, dat geloof ik. En daar allemaal dingen zitten bekijken. En echt tranen over mijn wangen. Terwijl ik het helemaal niet heb meegemaakt, maar het was zo heftig. Ik weet het niet, Maar het is wel leuk voor dit YouTube-kanaal natuurlijk. Nu gebeurt er eindelijk een keertje iets. Tot nu toe was ik slappe product reviews aan het doen en film reviews en een beetje flauwe grap aan het maken. Maar nu heb ik een missie. Mevrouw de burgemeester, ik wil niet dat Pim Fortuyn de minister-president van Nederland wordt. En ook al niet de burgemeester van Amsterdam. En ik wil niet dat Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog wint. En ik vind niet dat mensen aan het gas moeten. Maar als je dat vindt, ik ben een beetje fanboy van Femke Halsema, dan word je strafrechtelijk vervolgd en je moet 50.000 euro boete betalen. Dat wil ik van dichtbij meemaken. Dat lijkt me helemaal te gek.
Ik vind het een beetje kinderachtig, want die Nikki, die visagiste, weet je, die mevrouw online, die had ook haar coming out aan het begin van het nieuwe jaar. En zij zei: Hé, ik ben een transgender, ik was vroeger een man. Ja, yeah, good for you. Weet je, je moet zijn wie je bent. En daar moet je gewoon eerlijk over zijn. En ze kregen een hele pouring out van allemaal positieve steun. Zo van wauw, weet je, je durft toe te geven wat je bent. En ja, want er heerst natuurlijk een taboe op. En ik vind het hartstikke leuk om te zien dat ze zoveel bijval heeft gekregen. En dat haar partner ermee om kan gaan, et cetera. En toen ik dat las, toen was ik heel optimistisch. Echt heel optimistisch. Want ik heb datzelfde proces doorgemaakt. Ik heb ook mijn coming out gehad. Ik ben een fan van burgemeester Halsema. En ik ben geen fan van Pim Fortuyn. Helemaal niet. En ik ben ook geen fan van deze meneer, Adolf Hitler. Moeten jullie maar een keertje doen met Google over hem. Hij is een hele vervelende kwal. Pim Fortuyn is een stuk minder vervelend hoor. Ja, die zei gewoon domme dingen. Deze meneer is echt een monster. Weet ik veel, waarschijnlijk de allergrootste of één van de grootste massamoordenaars en psychopaten in de hele geschiedenis van de hele wereld. Maar ja, weet je, je hebt Pim Fortuyn-fans. Een paar die vinden hem dan te gek. Ik ben er echt door geschokt. En ik zat te denken, ja, ik ben nu steeds 's nachts wakker. Ik denk dat het daardoor komt. Eerst dacht ik, dat komt door mijn coming out. Weet je, ik ben nu een Femke Halsema-fan. Ik ben daar eerlijk voor uitgekomen. Ik zeg het nu ook tegen vrienden en familie. Mensen op bushaltes. En dus dat gesprek wat ik met die gek had. Die vent, die begon te gillen over Pim Fortuyn. En Adolf Hitler en autobahnen en weet ik veel, en de moslims aanpakken. Ik heb er nooit zoiets meegemaakt. Ik heb er nooit zoiets meegemaakt. Afschuwelijk. Ik zit er echt mee in mijn maag. Ik denk dat mijn gezondheid er ook onder aan het lijden is. Maar goed. Ik zal u allemaal op de hoogte houden van het strafrechtelijke proces, zoals dat gaat plaatsvinden, en het civielrechtelijke proces. Hou dit kanaal in de gaten, want dit, lieve mensen, wordt absoluut een dolle pret. De haat die er heerst voor onze burgemeester. Deze mevrouw is een soort trigger. En mensen met hele vreemde, enge ideeën reageren heel heftig op haar. En als jij zegt, ik ben een fan van burgemeester Halsema, dan krijg je hele vreemde dingen naar je hoofd geslingerd. Aldoende leert men, ik zal een dikkere huid moeten kweken. En we moeten gaan voorbereiden op een hele hoop strafrechtelijke vervolging. Want ja, burgemeester Halsema, haar termijn duurt 6 jaar. Daar is pas 1,5 jaar van op. Dus dat betekent dat de aankomende 4,5 jaar dolle pret worden. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Ik ga proberen om, weet ik niet, wat paracetamol te nemen en mijn bed op te zoeken. Maar hem vind ik niks. Hem vind ik niks. En hem vind ik ook niks. Ik vergelijk die twee niet met elkaar, hè. Dat deed die gek met wie ik aan tafel zat. Nee, ik ben een fan van haar. Say it loud. Ik ben een fan van Femke Halsema. En I'm proud. En laten we even kijken hoe dat afloopt met al die strafrechtelijke vervolging door die mensen die mijn familie op transport zetten. En nu huilend kransen aan het leggen zijn bij Auschwitz. We gaan even kijken wat dat wordt. Ik heb er waanzinnig veel zin in. Waanzinnig veel zin in. Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.